I'm not one for speeches. So I'll just say, I'm honored to assume command of the Temperance in this fleet. Vanguard Squadron's reputation for bravery and integrity is unrivaled. Which is why, effective immediately, we have been reassigned to an initiative codenamed Project Starhawk. Starhawk. Then those rumors about a secret project are true. What do you think it is, huh? Some kind of weapon? The key to victory. If it helps end the war, who cares? Een nieuwe Star Wars game heeft snel onze aandacht, zeker als die game een heel nieuw verhaal meebrengt voor het bekende universum lang geleden hier ver vandaan. Dit keer draait het even niet om Jedi en lightsabers, want Star Wars Squadrons draait geheel om de ruimtegevechten tussen X-Wings, TIE Fighters en vele andere gevechtsschepen. Squadrons is een game van Motive Studios dat we kennen van de singleplayer van Star Wars Battlefront 2. Dat is goed nieuws, want die singleplayer zat best goed in elkaar, al was hij wat aan de korte kant. Gelukkig doet Squadrons het op dat vlak een stuk beter met een meer dan twee keer zo lange campagne. Belangrijker, die campagne is goed. De game speelt zich af na afloop van de Battle of Endor uit episode 6. De Empire is dus verslagen en de rebellen hebben de basis gelegd voor de New Republic. Er wordt echter nog flink gevochten door de overblijvende troepen van de Empire en de Nieuwe Republiek. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. In de campagne van Squadrons maak je beide kanten mee. Je maakt aan het begin twee piloten aan en met hen speel je diverse missies met Vanguard Squadron voor de New Republic en Titan Squad voor de Empire. Ah, you've arrived. Excellent. Otto, meet our new Vanguard 5. Oh, the one who saved your skin at Foster Haven. Ardo Baradai, Fleet Intelligence, a pleasure. Dat levert een leuke campagne op met een aantal spectaculaire missies aan beide kanten, begeleid door een prima verhaal. Wat ons betreft hadden daar best wat meer cameo's ingemogen van bekende Star Wars figuren, maar er zijn er wel een paar, zoals bijvoorbeeld Rogue Legend, Wedge Antilles. Sorry for the speedy introduction, but Talos Group was counting on me to get reinforcements fast. Your commander says you have talent. Enough to steal a Star Destroyer and get away with it. Een minpunt van de campagne is wel dat alles zich in de ruimte afspeelt. Dat is natuurlijk een keuze van de ontwikkelaar, maar wij hadden wat missies met gronddoelen op planeten ook wel tof gevonden. This place always brings back memories. Let's hope for some of that Skywalker luck today. Wat dat betreft is Star Wars Squadrons meer als X-Wing versus TIE Fighter dan als Rogue Squadron. De campagne is ook een goede manier om aan het vliegen te wennen voordat je je aan de multiplayer waagt en dat kan op verschillende manieren. Squadrons kun je namelijk prima spelen met de controller, maar de game ondersteunt ook diverse HOTAS setjes. Hoewel liefhebbers van vlieggames waarschijnlijk zullen zweren bij HOTAS, vonden wij de game met de controller eigenlijk relaxter spelen. Dat komt mede doordat je best veel knoppen nodig hebt en niet elke HOTAS set heeft genoeg knoppen. Daar kun je best omheen werken, maar met de controller speelt dus net zo lekker. In de besturing kun je kiezen voor verschillende presets, waarbij de game rekening houdt met spelers die niet veel vlieggames spelen. Dat werkt prima en binnen de kortste keren houd je je makkelijk staande in de dogfights in de ruimte. Het vliegen, mikken en schieten is eenvoudig genoeg. Squadrons wordt iets lastiger op het moment dat je meer mogelijkheden voor je schepen vrijspeelt. Er zijn allerlei wapens en perks te kiezen die je schip op verschillende manieren kunnen helpen en het duurt even voor je uitgevogeld hebt wat voor jou het beste werkt. In de campagne hangen die keuzes uiteraard aan het type missie dat je speelt. Get Agent Thorn back to the Overseer. More fighters coming our way. Soms draait het om het uitschakelen van andere gevechtstoestellen en op andere momenten val je juist grote schepen of andere doelen van je vijand aan. Het schip en de wapens die je hebt veranderen uiteraard op basis van die missie. In de multiplayer modus heb je vrije keuze. Dat is leuk, maar we kunnen je nu alvast vertellen dat je in een bomber geen fijne tijd zult hebben in de dogfight mode. In deze modus speel je 5 tegen 5 en gaat het er simpelweg om welk team de meeste kills maakt. Dat ga je niet winnen in een trage, logge bomber. In een snelle TIE Interceptor is zo'n dogfight best leuk, maar toch mist hier wat diepgang, waardoor je het na enkele potjes wel gezien hebt.
Wat dat betreft zijn de fleet battles leuker. Let's scrap that Star Destroyer and take this territory away from the enemy. Dit is een gevecht om dominantie in de lucht, waarbij de teams grotere schepen en uiteindelijk elkaars moederschip moeten zien neer te halen. Doordat het gevecht steeds in andere fases belandt, heb je ook meer verschillende schepen nodig. Eerst schiet je zoveel mogelijk fighters van de vijand af voor het recht om grotere schepen aan te vallen. In die fase zijn de zwaardere bombers of supporttoestellen een stuk handiger, want ze kunnen die grote schepen veel meer schade toebrengen. Het voordeel van fleet battles is dat er veel manieren zijn om je team te helpen. Een speler die repair kits kan achterlaten is net zo belangrijk als de speler die de ene na de andere vijand uit de lucht knalt, of de speler die met zijn Y-Wing de vijandelijke Star Destroyer bombardeert. Hoewel fleet battles tof zijn, wordt ook die spelmodus iets te snel een herhaling van zetten. De variatie die je in de missies in de campagne ziet, mist online. Dat doet ons twijfelen aan hoe lang Squadrons kan blijven boeien. Het helpt wel iets dat er verschillende, prachtige omgevingen zijn om in te schieten en dat het schieten zelf gewoon leuk is. Ook kun je natuurlijk oefenen met alle vier de toestellen aan beide kanten, waar je best even zoet mee bent. Mede dankzij de robuuste campagne is het contentpakket voldoende, maar het houdt niet over. Toch ligt dat heel anders als je beschikt over een VR-set. Star Wars Squadrons is namelijk volledig in VR speelbaar en laten we eerlijk zijn, er zijn niet veel grote games waarvoor dat geldt. En het is super gaaf. Alleen al rustig langs grote schepen vliegen is fantastisch om te doen. Daarnaast kun je natuurlijk ook vrij rondkijken, wat in sommige toestellen met veel ramen echt een voordeel kan zijn in de gameplay. Star Wars Squadrons is een game met een vermakelijke singleplayer campagne, met een leuk verhaal en genoeg variaties in de missies. In de multiplayer ontbreekt juist die variatie, waardoor Squadrons zijn aantrekkingskracht iets te snel verliest. Dan nog is de game de 4 tientjes die het kost wel waard, zeker als je de game kan spelen in VR. Later. I suppose I should thank you.